Welkom bij de Kapsalon Podcast. Hey allemaal, welkom bij de Kapsalon Podcast. En vandaag heb ik de gast Peter ten Wolde. Hey Peter, leuk dat je er bent. Hey Kat, ja, leuk dat ik er ben. Leuk dat ik in je podcast mag. En hallo ook voor alle luisteraars. Hey. Peter, ik ken jou al een tijdje, maar ja, de luisteraars misschien nog niet. Zou jij eens kort iets over jezelf willen vertellen? Is prima. Ik ben Peter ten Wolde. Ik ben 52 jaar en ik woon in Delft samen met Wilma, mijn vrouw. Dat is allemaal heel erg prettig en dat gaat allemaal heel erg goed. Een hele fijne relatie. En dat waar ik mezelf mee bezig hou, is wat ik probeer te doen. Ik wil anderen helpen om anders te kijken, anders te denken en anders te doen. Nou, en daar zit een heel gedachtegoed achter en daar zullen we denk ik uitgebreid ook over hebben. Maar waar het op neerkomt is dat ik lezingen geef. Ja, bij allerlei soorten sessies, congressen, jaarvergaderingen, inspiratiesessies, noem allemaal maar op. Om mijn verhaal over de bühne te krijgen. Waarmee ik wil proberen om mensen wat inzichten te geven die erop neerkomen dat we denken vaak heel goed dat we weten hoe de wereld in elkaar zit. Maar als je iets verder kijkt, blijkt ook dat de wereld op heel veel vlakken er heel anders uitziet dan we vaak denken. En zo hebben we ontzettend veel aannames en biases die in ons hoofd zitten, die ertoe leiden dat we vaak een wat vertekend beeld van de wereld hebben. Wat ertoe kan leiden dat we misschien niet altijd de juiste meningen vormen en de juiste beslissingen over dingen nemen. Nou, en daar probeer ik mensen bewust van te maken, zodat we met z'n allen op een iets andere manier naar deze wereld kunnen kijken, om er wat mooiers van te maken. Wauw, wat een mooie ambitie. En Peter, hoe doe je dat? Hoe ik die boodschap overbrengen. Ja? Ja? Nou, voornamelijk, wat ik het liefste doe is op een podium staan en lezingen geven. Dus als spreker aan de slag. Een vervolgstap erachteraan kan ook wel zijn dat mensen zeggen, ja, dat was een mooi inspirerend verhaal, maar kun je ons ook in een workshop of een training verder meenemen in hoe we dat dan in mijn omgeving of in onze organisatie toe kunnen passen? En daarnaast betekent het dat ik, ja, om die boodschap uit te dragen, je ook wel bezig ben met artikelen schrijven. En in podcasts zoals deze van Kat Kolnot zitten, om zoveel mogelijk erover te kunnen praten. Cool. Dus dat is een beetje de manier waarop ik dat doe. En dat betekent natuurlijk, om dat goed te kunnen doen, moet ik zelf ook kritisch om me heen kijken naar wat speelt er in de wereld. Hoe zie ik meningen ontstaan? Hoe kan je op een andere manier daarmee omgaan? En zo blijf je ook telkens zelf bezig met jezelf ontwikkelen. En die principes die daar achter dat gedachtegoed zitten verder aanhangen. Ja, tof. Interessant. En hoe ben je daartoe gekomen eigenlijk om dat te gaan doen? Dan moeten we een klein stukje teruggaan. Dat gedachtegoed waar ik het over heb, ik zeg dus anders kijken, anders denken, anders doen. Een gedachtegoed wat daar heel goed bij aansluit, is de gedachtegoed dat heet factfulness. En dat gedachtegoed is verzonnen door een meneer die heet Hans Rosling. En Hans Rosling die was professor internationale gezondheid op het Karolinska Instituut in Zweden. Dat is de organisatie die de Nobelprijs voor de geneeskunde uitreikt. En die Hans Rosling, die was oorspronkelijk arts internationale gezondheid. Dus hij heeft in de jaren 80 heel lang in Afrika gezeten als arts. Om in Mozambique was hij een van de twee doktoren voor 100.000 mensen. Dus echt gezondheidszorg in de derde wereld. Dus met heel weinig middelen veel moeten doen. Nou, daar heeft hij hele mooie dingen in gedaan. Maar hij was ook statisticus. En hij heeft meer dan 10 TED Talks gedaan vanaf 2006. Hij liet zien aan de wereld met mooie bewegende grafiekjes en bubbelcharts dat op heel veel vlakken de wereld er een stuk beter voor staat dan we vaak geneigd zijn te denken. Nou, en daar was hij heel erg goed in. Daar was ik heel erg enthousiast over. Ik was een enorme fan van Hans. En dat komt dan een beetje door mijn achtergrond. Ik heb heel lang gewerkt in de automatiseringswereld op het gebied van software voor managementinformatie.
ik hielp heel lang bedrijven om hun te helpen hun rapportage, analyse, budgettering uit al hun automatiseringssystemen over personeelszaken, verkoop, inkoop. Nou, noem alles maar op wat er moet gebeuren om een bedrijf te runnen. Daar hielpen wij dan bedrijven mee om betere informatie naar voren te toveren. Dus met grafieken, lijndiagrammen, taardiagrammen, noem allemaal maar op. Dashboards, dat soort zaken. Dus vanuit die achtergrond vond ik dat verhaal van Hans vond ik prachtig. Hoe hij dat deed, zeer geanimeerd dingen naar voren brengen waar de meeste mensen überhaupt eigenlijk niet bij stilstaan. En wat hij altijd deed in zijn lezingen was vragen stellen aan het publiek. En dat zijn dan van die vragen op gebieden waar je niet elke dag bij stilstaat, maar waar je wel vaak een bepaald beeld bij hebt. En bijvoorbeeld een van die vragen is, als je bijvoorbeeld denkt aan alle mensen op de wereld, alle jongeren wereldwijd die op dit moment 30 jaar oud zijn. En ik kan je vertellen dat van die groep jongeren van 30 jaar oud, zijn de jongens in hun leven gemiddeld 10 jaar naar school geweest. Alle 30-jarigen wereldwijd. Jongens 10 jaar. En dan stelde die vraag aan het publiek zoals, wat denk je van die 30-jarigen, hoeveel jaar gemiddeld genomen de meisjes naar school zijn geweest? Is dat 9 jaar, 6 jaar of 3 jaar? Nou, het absolute merendeel van de mensen wereldwijd beantwoordt deze vraag niet correct. Die denkt dat de meisjes 3 jaar of 6 jaar naar school zijn geweest. Het juiste antwoord is 9 jaar. Jongens 10 jaar, meisjes 9 jaar. En zo zijn er dus een heleboel dingen waarvan je denkt, huh? Dat zit heel anders in elkaar dan ik altijd dacht. Ja, en natuurlijk, dan kan je kijken, nou, waar komt zo'n beeldvorming vandaan? Hoe zit dat in elkaar? En dan kan je natuurlijk zeggen, ja, het nieuws. Tuurlijk, ja, er is in dat noordoostelijke puntje van Nigeria, daar is een groep meisjes die niet naar school toe mag. In die ene stam. En dat is natuurlijk vreselijk en daar moet wat aan gedaan worden. Maar als dat de berichten zijn die je altijd hoort, gaat er dus iets in je hoofd zitten van, nou ja, nee, meisjes mogen gemiddeld genomen veel minder naar school. Het blijkt dus een stuk beter te gaan dan we vaak denken over het geheel genomen. Nou, en dat is dan zo'n voorbeeld van beelden die in je hoofd kunnen zitten, die niet stroken met de werkelijkheid. Nou, en hoe hij dat naar voren kon brengen, ja, dat vind ik schitterend. En daar keek ik altijd naar. En dat vond ik prachtig. En ik heb zelfs wel eens zitten denken van, moet ik daar wat mee? Dat gedachtegoed van Hans Rosling. Maar hij was ook wel een beetje een held voor me. En om nou in de schaduw van je held te gaan staan, dat is ook een beetje zo wat. En dat was een paar jaar geleden, in februari 2017, is die Hans Rosling helaas overleden. Veel te jong, 69 jaar, alvleesklierkanker. Maar hij was er dus opeens niet meer. En hij had ook altijd had hij al een stichting, samen met zijn zoon en zijn schoondochter. En die stichting heet de Gapminder Stichting, van de Londense metro, Mind the Gap. De gap tussen hoe je denkt dat dingen in elkaar zitten en hoe dingen werkelijk in elkaar zitten. En die stichting, nou, die bestond al een tijdje, die bestaat nog steeds. En er was een herdenkingsdienst voor Hans Rosling in Stockholm in Zweden, die ik via het internet zat te volgen, waarbij Ola, zijn zoon, iedereen opriep, help ons het gedachtegoed van mijn vader verder uit te dragen. Ja, gebruik onze spullen, gebruik ons materiaal, de PowerPoint, stil onze grappen, stil de show, doe ermee wat je wil, verkoop het, doe wat. Dat is het moment dat er allemaal groene lampjes in mijn hoofd gingen branden en dat ik dacht, ja, dat is waar mijn verhaal over moet gaan. Ja, want nu was die weg open, de oproep en de uitnodiging was er. Ik heb zijn zoon Ola ook een paar keer mogen ontmoeten. Nou, dat is ook een hartstikke vrolijke en inspirerende vent. Maar dat was het moment dat ik dacht van, ja, daar moet ik mee aan de slag, omdat dat zo aansluit. Nou, bij dat gedachtegoed wat ik mooi vond, bij mijn achtergrond op het gebied van managementinformatie, maar nu met ook een twister aan van, gebruik dit verhaal om te proberen, ja, zeg maar, mensen wat meer bewust te maken van iets meer nuancering. Hoe kijk je naar dingen? Ja, in deze tijd van, waar mantra lijkt te zijn van, ja, jouw mening is stom en mijn feiten zijn beter. En zo
zitten we een beetje tegen elkaar op te boksen, lijkt het vaak. Vooral als je kijkt op dingen als sociale media, vind ik dat een heel belangrijk gedachtegoed en een boodschap om de wereld in te slingeren. Ja. Dus ja, zo is dat gekomen. Ja, helemaal waar ook. Hè? Het is gewoon zo, ja, dat het best wel belangrijk is om anders naar dingen te kijken. En dat je, geloof niet alles wat je denkt, geloof niet alles wat je leest. En kijk even verder dan je neus lang is. Tof dat je mensen daartoe uitdaagt en uitnodigt. Geweldig. Ja. Ja, want er zijn nog, denk ik, best wel veel overtuigingen. En een van de overtuigingen die mensen vaak hebben, is over geld. En dat komt vaak uit, uit je verleden. Mm-hmm. En ik ben nieuwsgierig naar, hoe zit het bij jou, Peter? Wat heb jij meegekregen van huis uit over geld? Geld, dat moet je verdienen. En daar moet je spaarzaam mee omgaan. Ja, dat is... Oh. Ik heb een heel gelukkige jeugd gehad. Samen met... ik heb een zusje en een broertje. De zusje die zit tussen ons in. We schelen telkens 3 jaar. En we hebben een hele fijne jeugd gehad. Mijn vader was uitgever van vakbladen. Mijn moeder had een praktijk voor fysiotherapie aan huis. En op zich was daar genoeg geld om de dingen te kunnen doen die we moesten doen. En zelfs ook best wel luxe, weet je wel. We konden op vakantie. Met de vouwcaravan naar Frankrijk en later zelfs ook kwam de wintersport daar nog bij. We hebben opleidingen kunnen doen zoals zonder al te veel schulden hoeven. Ik heb eigenlijk helemaal geen schulden hoeven te maken voor mijn opleiding. Ja, dat hebben we hebben mijn ouders altijd betaald. Dus er was altijd ruimte voor de dingen die nodig zijn. Maar dat werd ook niet altijd te even makkelijk weggegeven. Je moest er wel voor werken. Dus als kind hadden we ook allemaal onze klusjes te doen, zoals de auto wassen, waar je dan een paar gulden voor kreeg. Of de praktijk van mijn moeder, de praktijk voor fysiotherapie, daar deed mijn vader de administratie voor. En dan moesten, ik geloof, 4 keer per jaar de rekeningen naar de klanten toegebracht worden. Er ging 1 rekening naar de grote rekening naar het ziekenfonds, dat had je toen nog. Maar de particuliere klanten, die gewoon particulier verzekerd waren, die kregen telkens de rekening. En die mocht ik dan rondbrengen. En dan kreeg ik het geld wat mijn vader uitspaarde, wat hij niet aan postzegels hoefde uit te geven. En dat deed ik dan eerst op de fiets, later op de brommer. En zo verdiende je dan wat centen bij. En ja, ook wat bijbaantjes gehad. Dus weet je, het geld hebben we nooit tekort aan gehad. Maar ik heb ook wel geleerd wat de waarde van geld is. Dus ik vind dat ook eigenlijk wel heel erg goed. Dat je zo daar een beetje dingen voor moet doen. En weet je, het verschilt. Kijk, je wil natuurlijk altijd als kind, zeker als kind, wil je volgens mij altijd meer. Dus ik maak nog steeds wel eens grapjes op feestjes van die skelter die ik nooit gehad heb. Want ik wilde altijd heel graag een skelter. En die heb ik nooit gekregen. Dus ik maak nog wel eens grapjes over. Maar weet je, aan de andere kant, toen ik 16 werd, die brommer, die kreeg ik voor mijn verjaardag. Dat heb ik zelf dat was gewoon een verjaardagscadeau. Ja, dat is natuurlijk ook een super luxe cadeau. Ik heb zelf niks voor neer hoeven te leggen. Er ging vervolgens wel al mijn spaargeld naartoe om de dingen aan de praat te houden. Maar weet je, dus zo varieerde dat heel erg. Maar nee, meegekregen, je moet het wel verdienen en je moet er spaarzaam mee omgaan. Ja. En als je lang genoeg wacht en geen skelter krijgt, dan krijg je uiteindelijk een brommer. Is nog veel beter. Ja, daarom weet je wel dus. Nee, dat is gewoon, dat weet ik ook, dat is hartstikke luxe. Bijvoorbeeld ook rijbewijs halen hebben we allemaal gekregen als verjaardagscadeau. Wauw. Ja, dat is toch mooi hoor, dat soort dingen, ja. Hey Peter, als je geld, wat vind jij belangrijk? Waar geef jij geld aan uit als je geld hebt? Voornamelijk mijn levensonderhoud. Dus die hypotheek en de boodschappen. Daarnaast spullen om mijn business mogelijk te maken. Ja, dus bijvoorbeeld spreken, sta je vaak in zaaltjes een verhaal te doen.
Dus ik heb een keer een projector, een beamer gekocht. Niet dat ik die heel vaak nodig heb, want meestal is die er wel. Maar weet je wel, ik heb al wel een paar keer gehad dat ze, oh, we kunnen geen projector regelen. Nou, dan neem ik die van mij wel mee. Hetzelfde voor opnameapparatuur. Ja, ik neem heel, als het enigszins kan, wil ik mijn lezingen ook op kunnen nemen. En dat kan tegenwoordig kan het heel makkelijk met gewoon met je smartphone. Want die maakt natuurlijk super goede filmpjes. Alleen als dat ver weg staat achter in de zaal, is het geluid wat binnenkomt niet goed. Nou, en als spreker, ja, non-verbale communicatie is belangrijk. Maar toch wat je te vertellen hebt, de woorden zijn ook belangrijk. Ja, dus zo'n DAF-speld met een draadloze kastje om dat op te nemen. Dat heb ik een keer gekocht. En daar kijk ik wel naar. Dat moet ergens in een leuke aanbieding zijn. Ik ga daar niet de volle prijs voor betalen. Maar aan de andere kant zeg ik ook wel van dat soort dingen. Als je het doet, moet je het goed doen. Dus het moet wel een beetje kwaliteit zijn. Dus dat bijvoorbeeld dat geluid van die opnameapparatuur. Ja, moet dan echt super goed zijn. Ja, anders het moet geen ding van een tientje zijn. Dat na een week uit elkaar valt. Dus veel, ja, dat noem ik eigenlijk de basisdingen. Nou, en verder af en toe uit eten. Of een keer op vakantie gaan. Dat soort dingen. En dan, ja. Dan is het ongeveer op. Ja, zo is het ook nog gewoon natuurlijk. Hey, en als het op is, als je nog één tientje over hebt, wat doe je met je laatste tientje? Het allerlaatste tientje. Het allerlaatste, nou niet voor altijd, maar voor even. Dat je dat gevoel van, oh shit, nog eentje. Ja, wat ga je dan doen? Ja, ik heb er wat over na zitten denken. Dus ik heb natuurlijk andere podcasts van je ook gehoord. Dus ik voelde die vraag een beetje aankomen. Ik had twee gedachten. De eerste gedachte was, nou, echt het allerlaatste tientje. Met een idee van, daarna is het gewoon over, ben je er niet meer of zoiets. Stort de wereld in. Mijn eerste gedachte was, nou, dan koop ik een fles wijn. En dan drink ik die op samen met Wilma. En dan hebben we nog één keer lol. En dan, nou, laat het dan maar afgelopen zijn. Maar toen, ik zat er nog wat verder over na te denken. Toen dacht ik van, nou, ja, dat kan je dan wel doen. En daar heb je dan misschien wat lol van. Nou, die kater heb je dus geen last meer van, want je bent er niet meer. Maar misschien zou het me wel veel meer voldoening geven om dat laatste tientje weg te geven aan iemand die het nodig heeft. Een zwerver of weet ik veel wie. Daar krijg je volgens mij een veel beter gevoel van het weggeven, dan het zelf stuk slaan. Ja. Aan de andere kant zat dan ook weer te denken van, nou, misschien zou het dan dus zelfs zijn dat diegene die het nodig heeft, daar inderdaad wat mee kan. En dat hij dat zo tof vindt, dat hij jou vervolgens ook weer helpt. Want we zitten nog steeds in de situatie dat ik aan de afgrond stond, laatste tientje, dan was het klaar. En misschien zou dat dus weer een mechanisme kunnen zijn om toch weer overeind getrokken te worden. Dus dan moest ik weer heel eerlijk bekennen van mezelf. Oh, dus dat is misschien ook wel wat egoïstisch trekje aan het weggeven. Maar ik vind het ook mooi hoe je er een heel verhaal bij hebt. Dat je zo, ik heb niks gezegd over het einde der tijden. Ik heb nee, maar dan lees ik zo'n vraag. En over het eind van jouw leven. En dan lees ik zo'n vraag en dan, ja, dan gaan mijn gedachten aan de gang. Ja, en dan denk ik, ja, dan, ja, wat ga ik daarvan maken? Hoe kan je dingen lezen? Nou ja, dat is ook alweer zoiets. Weet je wel, ja. Wat zou je doen met je laatste tientje? Ja, daar kan iedereen, heeft daar een andere invulling bij. En dat laat dus ook weer zien, ik denk in zijn algemeen, de waarheid bestaat denk ik niet. De waarheid is afhankelijk van context en achtergrond en hoe je tegen dingen aankijkt. Goed. Ik wel, maar dat slaat dan weer terug op mijn verhaal waarom ik dat zo belangrijk vind. Dus, ja. Dus nee, ja. Zo leef je. Er is bijna niks volledig objectief. Nee. En zo, nou ja, dan ga ik dus aan de slag met zo'n vraag. Ja, en het is natuurlijk ook. Het is een momentopname. Het is hoe jij het op dat moment voelt of ziet of doet of denkt. En daarna is het weer. Ja, als je het een week later vraagt, dan heb je weer voortschrijdend inzicht of weet ik veel wat. En dan doe je het misschien wel weer op een andere manier. Want wat gebeurt er als je een tientje op straat vindt? Dan ga ik zwaar eten. Dat is een extraatje. Dan ga je zwaar eten. Okay, inderdaad, zwaar als extraatje. Ja. Ja, dat vond ik zo grappig. Dus dat is het hele filantropische is dan weer weg.
Oké, ja, dat is wel grappig, is ja. gewoon Want met een biertje de erbij. zwervers kunnen alleen op je rekenen als je desperaat bent. Ja, grappig. En zou jij doen als geld geen enkele rol zou spelen? Als je gewoon oneindig veel geld had. Hoe zou je leven er dan uitzien? Zou het dan ja, anders zijn dan nu? Of ja... Het ligt er ook een beetje aan wat het, weet je wel, als geld geen rol zou spelen, kan ik zien, weet je wel, in de zin van als er een soort basisinkomen of iets dergelijks zou zijn, weet je wel, dat je gewoon de minimale behoeften dat die voorzien zijn, dan zou ik zonder meer hetzelfde blijven doen als nu. Dus die verhalen op podia vertellen en proberen mensen te laten zien van jongens, zo kunnen dingen anders. Want ik geloof, dat vind ik heel belangrijk en dat... Daar zit ik heel erg goed, dus dat zou ik zonder meer blijven doen. Een andere invalshoek zou kunnen zijn, stel nou dat ik opeens heel veel geld zou hebben. Echt heel veel. Ik wil iets van de loterij winnen of weet ik veel wat. Dan zou ik denk iets anders aanpakken. Dan zou ik denk veel meer gaan investeren met dat geld in duurzaamheid, circulaire economie. Misschien ook wel wat meer reizen maken dan ik nu doe. Om wat meer van de wereld te zien, want daar komen we nu niet altijd aan toe. Maar dan zou het meer die kant op gaan. Dus bedrijven helpen of start-ups te helpen. Die naar mijn idee dus wel met de juiste dingen bezig moeten zijn. Dus ook de wereld een beetje mooier willen maken. Circulaire businessmodellen, nou, noem het allemaal maar op. Dan zou het meer die kant op gaan. Cool, ja. Ja, dus nee, want dat was inderdaad wel een beetje het uitgangspunt van de vraag. Van nou, gewoon dat er oneindig geld is. Ook niet de loterij, want die, weet je, dat gaat op, hè? Dus het idee is eigenlijk van wat als het niet opgaat? Dus dat het gewoon zo, dan ja, dan is het natuurlijk een heel ander beeld van hoe je je leven kan inrichten. Maar mooi om dan, ja, dit soort dat keuzes te maken. Dat is wel een hele interessante vraag. Als er oneindig geld zou zijn, ja. Dan zou je dus denken... Maar er zit nu even over te filosoferen, dat ook alle problemen in de wereld in no time opgelost zijn. Ja, kan jij allemaal oplossen. Jij bent degene die dat geld heeft, hè? Niet iedereen. Want dan is jij... er geen enkele reden meer waarom er armoede zou moeten zijn. Klopt. Ja. Omdat, ik weet niet of, ja. En dan is er ook weinig reden meer waarom er veel conflicten zouden moeten zijn. Ja, dan heb je nog steeds ego's van mensen natuurlijk. Van bepaalde leiders en bepaalde CEO's en weet ik veel wat. Waarvan je misschien soms afgevraagd moet worden wat nu te veel gedreven wordt door het geld. Nou, dat geld, dat is er dan dus niet meer. Want je kan dan iedereen zoveel geven als ze denken nodig te hebben. Ja. Dan blijft er dus alleen nog een beetje ego en macht over. Dat zijn de andere twee factoren in die driehoek ja. Geld, macht, ego. Maar is dat, zou als... Als het dus niet meer over geld gaat, zou dan ego en macht überhaupt nog belangrijk zijn? Nou, daar zit dus nu wat over na te denken en ik ben bang van wel. Huh. Ik ja. Denk dat gevoel van de veel mensen toch kijken naar... Veel mensen hebben toch de neiging om te kijken naar wat doet de ander. En wat heeft die wat ik niet heb en dan wil ik dat ook graag. Ja, 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 ja. En het in veel mensen zit denk ik ook wel iets van, ik wil beter zijn dan de ander. En dat moet je dus toch ergens aan afmeten. Ja, ja. En als het niet aan geld kan, waar dan aan? Ja, ja. Interessant. Ja, nee, wij kennen elkaar natuurlijk vanuit een omgeving waarbij geld een stuk minder relevant is. En weet je wel, lief zijn voor elkaar, om een heel raar woord te gebruiken. Maar dat is in Bertha heel normaal. Dus ja. Je moet lief zijn. Dat is ook belangrijk. Ja. Maar dat, ja, weet je wel. Ik denk dat er heel veel mensen zijn die toch ook anders in het leven staan. Ja, ja, ja. Ja, even over dat Perna Bertha, dat is wel leuk om misschien even toe te lichten. Wat is dat precies? En waarom? Vooral die waarom-vraag is mooi. Permanent Beta omschrijf ik altijd als een zwerm, een community, een netwerk. We weten niet zo goed hoe we het moeten noemen.
maar is gericht op het kennis delen tussen de vakgebieden kunst, wetenschap en techniek. Puur kennis delen. Nou, dat zijn drie heel verschillende takken van sport. Cultuur, wetenschap en techniek. En dat betekent dus ook dat dat mensen van allerlei verschillende achtergronden aantrekt. Die echt heel anders van elkaar kunnen zijn. En dat betekent ook dat per definitie open en leuke en aardige mensen aantrekt. Want de enige manier waarop dat goed kan gaan, is als je open staat voor ideeën van anderen en ideeën uit andere vakgebieden. En de doelstelling van Permanent Bertha is om zoveel mogelijk kennis met elkaar te delen. Dus er worden heel vaak meetups georganiseerd, waarbij in principe iedereen op kan staan en zeggen, ik geef altijd als voorbeeld, ik ben helemaal lijp van driedimensionaal punniken. Daar moet ik over praten. En dan bel je Kim, de coördinator van Permanent Bertha, en zeg je, Kim, ik moet praten over driedimensionaal punniken. Driedimensionaal linksom punniken. En dan zeg je, nou, dat is een goed idee. Dan zeg je, weet je wat, dan gaan we een ruimte regelen. En dan zeggen we op Meetup, volgende week donderdag spreekt Peter ter Wolde over driedimensionaal linksom punniken. En dat is gratis. En dan kan ik mijn verhaal kwijt en dan zie je wel hoeveel mensen opkomen dagen. En dan is dat maar één iemand, of twee iemand, dan is het al geslaagd. Want het heeft niks gekost om het te organiseren. En je hebt op die manier wel die kennis kunnen delen. Nou, zo zijn er in Nederland, ik geloof op dit moment, zo'n 5000 leden in de Permanent Bertha groep. Die regelmatig dat soort meetups doen. En dan af en toe is er een Permanent Bertha dag. Waarin we een middag en een avond lang, met 3-4 tracks tegelijk, 5 of 10 verschillende mensen achter elkaar zetten. Dus dat er zo'n 40 verhalen op een dag verteld worden. Ja, en dat is het idee achter Permanent Bertha. Ja, en daar kennen we elkaar van. Hè? Klopt. Ja. Klopt. Superleuk, ja. En Permanent Bertha, de betekenis van het woord, betekent nooit af. Klopt. We zijn nooit af. Altijd is alles, op het moment dat de inkt van het plan droog is, is het plan alweer achterhaald. En dus is het idee dat je gewoon geld en papier los moet laten. En veel meer met je netwerk en interactief aan de slag moet gaan met ideeën. En de kracht van de zwerm mensen met verschillende achtergronden en ideeën. Ja. Daarmee kan je zoveel meer bereiken. Dat is een beetje... Klopt. Ja, hoe je dingen voor elkaar kunt krijgen. Je trekt ook inderdaad allemaal mensen aan met andere ideeën. Nou ja, dat sluit natuurlijk dan wel helemaal bij aan waarbij ik me graag mee bezighoud. Ja. Nee, een hele veilige, toffe club. Ja, geweldig. Hey, Peet, en ik noem deze interviews, wat maakt jou rijk interviews? Dus die vraag, die kan niet ontbreken. Wat maakt jou rijk? Bijvoorbeeld dat ik, heel belangrijk, dat ik de vrijheid heb om de dingen te doen die ik wil doen. En dat ik bijvoorbeeld dus op het spoor kan komen van als clubjes zoals Permanent Bertha. En waar je dan actief mee aan de slag kan gaan. En ook ziet van de energie die je daarin steekt. Ja, weet je, het is de Permanent Bertha is van niemand en van iedereen. En een van de dingen is, het draait op de input die de mensen leveren. Nou, dat ik de vrijheid en de ruimte heb om daarmee aan de slag te kunnen gaan. En dat soort initiatieven te ontdekken en te kijken wat daar gebeurt en daar wel of niet wat mee te doen. Dat vind ik een stuk rijkdom. Daarnaast, dat is wel grappig, dus afgelopen zondag bij mijn broertje even een borreltje doen. We hadden het over wat dingen en hij zei, hij had ooit zelf verzonnen als definitie van rijkdom. Rijkdom is tevreden zijn met wat je hebt. En die vond ik wel heel erg mooi. En hij had die ooit zelf verzonnen. Ik heb hem even zitten checken op het internet. Hij was niet de echte eerste. Er was ooit een meneer Cicero. Dat was een Romein staatsman en schrijver. 100 voor Christus. Die heeft zo'nzelfde quote. Dus hij was niet de allereerste. En het klinkt misschien als zo'n tegeltjeswijsheid. Rijkdom is tevreden zijn met wat je hebt. Maar ik vond hem wel heel mooi. En dan zitten denken als tevreden zijn met wat je hebt. In de zin van... ik heb mijn gezondheid. Daar ben ik super blij mee. Ik heb geen noemenswaardige problemen. Nou, dat is heel wat waard. Ja, en wat ik zeg, vrijheid om te doen wat ik wil. Ja, tot op zekere hoogte. Ik heb mijn levensonderhoud. Ik heb een bepaald stukje geld nodig. Maar hoe ik dat invul en hoe ik dat doe, ik hoef niet naar een baas te luisteren. En dat vind ik rijkdom.
Ja. Ik snap jou. Heerlijk. Fijn toch dat het zo kan? Ja, en een mooie quote, inderdaad. Ja, ja, ja. En ja, je kan natuurlijk je inspiratie van alles halen. En jij had het, en je hebt het net al over Hans Rösling gehad. En ja, ik weet niet, je haalt die inspiratie vast ook uit andere dingen. Bijvoorbeeld uit boeken. Vind ik altijd een leuk onderwerp. Wat is jouw favoriete boek en waarom? Zijn er meerdere, denk ik. Ik ga het toch als eerste zeggen. Factfulness van Hans Rösling. Ja. Omdat daar, wat ik zeg, de principes achter dat gedachtegoed. Ik geloof dat als iedereen op de wereld die principes wat meer aan zou hangen, dat de wereld er dan een stukje mooier uit zou zien. En dat geloof ik dus echt. Dus het is niet alleen maar dat ik dit boek nu noem, omdat ik voor een groot deel dat verhaal vertel op dit moment. Daar geloof ik echt in. Mensen die hem kennen denken, oh, data, grafiekjes, bewegende bubbelcharts. Over hoeveel beter het in de wereld gaat dan veel mensen denken. En ja, enerzijds gaat het daarover. Maar hij graaft in het boek ook met name veel dieper. Na al die jaren begon hij zich af te vragen, maar hoe komt het dan dat veel mensen zo'n vertekend wereldbeeld hebben? Nou, en daar heeft hij dus die 10 principes uitgedestilleerd. Hoe dat komt, waar dat vandaan komt. Die 10 principes vind ik eigenlijk veel belangrijker dan mooie opgaande lijntjes van grafieken te kunnen laten zien. En bijvoorbeeld, ja, als je het hebt over het eerste principe is, gaat over kloven. Ja, ieder mens heeft in zijn hersenen zo de neiging om alles in 2 groepen in te delen. Arm, rijk, links, rechts, jong, oud, hoog, laag. En zo in zijn boek, in zijn wereld, gaat het meer over de hele wereld. Dus gaat het vaak over dingen dat wij hier in het rijke Westen denken dat de rest van de wereld arm is. Nou, dat is natuurlijk, ja, er zijn nog heel veel, 800 miljoen extreem arme mensen. Dat zijn er veel te veel. Maar het is niet meer zo dat dat 2 verschillende groepen zijn. De meerderheid van de wereldbevolking zit in het midden. We hebben zo'n 1 miljard rijke mensen, 1 miljard arme mensen. 5 miljard mensen zitten er middenin. Ja, landen als Indonesië, Vietnam, China, Marokko, Egypte. Heel veel landen, ook in Afrika, Nigeria. Weet je wel, allemaal mensen die vaak 2 kinderen hebben, die allebei naar school gaan, inentingen krijgen. Ze hebben stromend water, ze hebben elektriciteit, basale toegang tot gezondheidszorg. Maar als jij denkt dat alles zwart en wit is, en dat kan je natuurlijk ook projecteren op hier in Nederland, links, rechts, progressief, conservatief, nou, dus alle verschillende bubbels die tegen elkaar op zitten te botsen. Als je denkt dat dat zo uit elkaar geslagen is, dan ga je dus een heel vertekend beeld hebben van wat er aan de hand is. Nou, de andere dingen als, we hebben nog steeds heel veel angst. Dat zit nou eenmaal in ons reptiele brein. We zijn bang voor van alles en nog wat. Dat je door een leeuw of een krokodil, een haai aangevallen wordt. Ja, wellicht bang dat je corona zal krijgen. En dat instinct zorgt ervoor dat we vaak een stuk angstiger en terughoudender zijn dan daadwerkelijk nodig is. Ja, natuurlijk moet je een beetje voorzichtig zijn met corona, maar wat is het risico dat je besmet gaat raken? Ja, kijk ook naar de risico's die er plaatsvinden. Eenzijdig denken. Ik zeg altijd, in de handen van een timmerman lijkt alles een hamer en spijker te klussen. Alles kan je oplossen met een hamer en een spijker, als je timmerman bent. En zo denk ik dat veel organisaties, ja, de wereld verandert. We moeten innoveren, we moeten anders tegen dingen aanbrengen. Jan Rotmans, transities, je moet anders tegen dingen aan gaan kijken. Maar als je dus met je oogkleppen op blijft zitten in van, hé, ik kan alles met een hamer en een spijker oplossen, dan ga je dus niet die transitie kunnen maken naar een heel ander businessmodel, een andere denkwijze. Dus het principe is, gebruik meerdere oplossingen. Kijk bij de buren, kijk naar andere kennisgebieden, stel jezelf open voor een andere manier van naar dingen kijken. En dat betekent dus ook je stokpaardjes loslaten. Van, we hebben het altijd zo gedaan, dus dat is de enige manier. Nou, zo. Dat zie je in deze coronatijd, dat is natuurlijk eigenlijk heel interessant, hè? Om hier met mensen over te kletsen. Want
Ja, weet je, ik bedoel, heel veel bedrijven die hebben het altijd zo gedaan, weet je wel. Ja, en nu moeten we in één keer coronamaatregelen, moeten we het in één keer anders gaan doen. Hoe ga je het dan aanpakken? Wat ga je doen? Ja. Ja. Weet je, hoe kan je je oogkleppen afdoen en kijken van, hey, ik heb mijn business altijd zo gerund, maar misschien moet je wel online, misschien moet je, nou ja, jij met je lezingen natuurlijk ook. Als je niet op een podium mag staan, een vriend van mij, die is cabaretier, Casper van Kooten, die... Ja, die geeft dus nu zijn theatershows in een vliegtuig op weg naar Malaga. Ja, dat is toch hilarisch. Ja, in een vliegtuig mag je wel hutje mutje. Nou ja, dat is toch grappig. Maar ja, jij nodigt mensen eigenlijk dus met jouw lezingen en zo uit om op een andere manier daarnaar te kijken. Ja. Oh nee, absoluut. En mensen wat bewust te maken van hoeveel vooroordelen we eigenlijk hebben. Want Jan Vosling gaat dan vaak over wereld ontwikkelen. Dingen. En dan kan ik zeggen, ja, die meisjes naar school, hallo, ver van mijn bedshow. Maar het punt is dus juist dat zonder dat je het doorhebt, heb je daar een bepaald beeld over. Denk je dat het zo is? Ik denk dat ik vorige keer ook wel genoemd heb, van mijn nichtje Hanna van 12. Hanna, waar denk je aan bij Afrika? Het eerste wat ze zegt, Rode Kruis en Marco Borsato. Dus War Child. 12 jaar oud, dat is haar beeld bij Afrika. En natuurlijk, daar is nog veel armoede, maar het is al lang niet meer zo dat al die landen straatarm zijn. Maar dat is die beeldvorming. Nou, dat is dan voor, laten we zeggen, de hele wereld. Maar ik zit de laatste tijd ook heel erg op, kijk, onbewuste bias. We maken allemaal zo'n 50.000 beslissingen, acties en gedachten hebben we per dag. En gelukkig is het overgrote merendeel, 95% daarvan is onbewust. En dat is super handig, want dan hoef je niet na te denken over fietsen. Hoe werkte dat ook weer? Of, weet je wel, ook dingen als van, ik heb nu dorst, dus ik pak een glas en neem een slokje water. Die tellen allemaal op tot die 50.000 beslissingen per dag. Maar als het dan dus zo is dat ook in je dagelijkse werk, hoe je die formulieren, of wat voor werk je ook doet, eigenlijk maakt niet uit wat voor werk je ook doet, als je dat op routine doet, op basis van die onbewuste vooroordelen, omdat je het altijd zo gedaan hebt. En daar ben je je niet meer bewust van dat dat allemaal zo op routine gaat. En als je jezelf nooit de vraag stelt van, nou, is dat nog wel optimaal? Of ja, dan kan het ertoe gaan leiden dat hoe je dingen uitvoert, de mindset die ontstaat en de meningen die je ontwikkelt, die zijn natuurlijk voor een belangrijk deel op al dat soort prikkels en instincten en dingen gebaseerd. Nou, wat nou als dus die prikkels en gedachten en ervaringen niet meer kloppen? Als je denkt dat drie meisjes 3 jaar naar school gaan en het is 9. Weet je? Dus, en daarmee denk ik dat het ook veel smaller, gewoon in het dagelijkse werk van ja, eigenlijk iedereen, je bewust moet zijn van, oh wacht even, ik moet mezelf af en toe daaruit trekken en is naar die 10 principes kijken, zo van, nou ja, oh ja, oh wacht even, ik moet daar inderdaad bij stilstaan dat ik niet gelijk een conclusie trek, maar toch eerst eens wat ook naar de cijfers kijk. Ja, ja, het is wel grappig. Ik moet denken aan een moment wat ik de afgelopen weekend had. Ik liep bij een avondwandelingetje maken om 12 uur 's avonds of zo. Ik woon hier aan het IJ en dat is echt heel mooi hier. Het is een mooi park. En ik woon dus bij het AI Film Museum. En ik zag daar onder het AI Film Museum een vuur. En dat was zo'n flikkerend ding zo. Dat leek net zo'n vuur. En ik denk, ik zag er allemaal mensen omheen. En ik denk, waarom zijn die daar vuur aan het stoken? Wat is dat voor iets asociaals? Mm-hmm. En dus de moraalridder die in mij zit, die was daar zich aan het ergeren. Vanaf een afstandje zo van, dat doe je toch niet? En onder het filmmuseum, en wat kan er wel niet gebeuren? En weet ik wat allemaal niet? Ja. Mijn hele hoofd ging een soort van, nou ja, daar een heel verhaal bij maken. En toen dacht ik, weet je wat ik doe? Ik loop er even heen, om te kijken, nou, wat zijn de feiten? En ik loop er heen. Mm-hmm. En wat is er gaande? Daar is een groep jongeren, skaters en hiphopdansers en van alles. Er is muziek. En er is een groot oranje licht, wat tegen het plafond van het AI Museum schijnt. En omdat die mensen daar aan het dansen zijn, ze zijn elkaar aan het aanmoedigen. En ze doen allemaal een soort van hun moves.
En doordat ze dus voor dat licht de hele tijd komen, lijkt dat dus alsof dat flikkert. En van het afstandje leek dat dus vuur. Leek dat vlammen, ja. Ja. Maar het was gewoon een oranje lamp. Nou, serieus. En het was een gezellig sfeertje. En het was leuke muziek. En ze waren echt superleuk, positief, gezellig bezig met z'n allen. En ik dacht aan mezelf, hoe kan je nou zo... Weet je, ik heb al gewoon een kwartier zitten ergeren over dat ze vuur aan het maken waren. Dat is hoe onze hersenen werken. Als je daar niet bij stil bent. En dat kan echt in zulke super kleine dingen zitten. Maar het zit overal. Ik had een van die principes is het principe van de zondebok, schuld afschuiven. We hebben zo de neiging om schuld af te schuiven. En nou is dit geen drama wat hier gebeurde. Maar ik had een keer was bij de Albert Heijn. Aan de buitenkant. En daar kwam een mevrouw aanrijden met zo'n hele moderne fiets. En die moderne fiets hebben tegenwoordig van die hele brede, dikke banden. En dan had je daar van die nietjes, zo noem je dat, waar je fietsband zo inpompt. En dat paste niet. En wat zij zegt, zij zegt half hardop mompelend, dat nietje is niet breed genoeg. Ik denk, ja, wacht even. Je zou ook kunnen redeneren, mijn band is te breed. Nee, ze legt het buiten zichzelf neer, het nietje is niet breed genoeg. In plaats van te zeggen, oh, mijn band is te breed. En op zo'n klein niveau begint het al. Nou zal zij verder geen ruzie gaan schoppen met dat nietje, maar misschien wel weer zoiets denken, oh, de gemeente houdt ook geen rekening met ons, weet je wel. En op die manier kunnen dingen gaan rollen en wat ik zeg, meningen ontstaan. Op basis van dat soort hele kleine dingen. Een ander, nou ja, is bijvoorbeeld Abundance van Peter Diamandis. Die beschrijft hoe, nou, met al die nieuwe opkomende technologieën, hoe daar ontzettend veel overvloed mee gecreëerd kan worden. Ja, zodat bijvoorbeeld als je kijkt, nou, als door zonnecellen elektriciteit steeds goedkoper wordt, tot bijna nul aan toe, dan wordt het bijvoorbeeld gratis om ontziltingsmachines te laten draaien om van zoutwater zoetwater te maken. En dan kan je dus gratis zoetwater creëren. Nou, zo zou technologie een heleboel problemen op kunnen lossen als we daar op de juiste manier mee omgaan. Nou, want daar zitten natuurlijk ook weer allemaal voor's en tegens aan. Dus daarmee is dat een mooi boek. Een ander boek wat ik nog steeds prachtig vind is het boek Het Doel van Elie Goldratt. Elie Goldratt is de grondlegger van een gedachtegoed dat heet The Theory of Constraints. Een manier om tegen processen, tegen organisaties aan te kijken om die op een eigenlijk heel eenvoudige manier significant beter te kunnen maken. Nou, en daar zit dus ook weer beter maken, zeg ik. Ik merk aan mezelf, als ik terugkijk naar mijn achtergrond, ben ik eigenlijk altijd bezig met dingen beter willen maken. Of mensen en organisaties willen helpen om dingen beter te maken. Nou, dit is ook zo'n gedachtegoed waarbij organisaties een stuk meer van het product of de dienst kunnen leveren dan ze op dit moment doen. Alleen, het nadeel van het gedachtegoed is dat het soms zo simpel lijkt, dat mensen denken, ja, maar zo simpel kan het niet zijn. Maar dat was ook zo'n eye-opener van me op een bepaald moment in mijn carrière. Dat ik denk van, ja, dat is een prachtig, prachtig gedachtegoed. Maar ik weet niet hoeveel tijd we vandaag hebben om daar in detail op in te gaan. Nou, bijvoorbeeld, Elie Goldratt is een natuurkundige. Was een Israëliër, die is inmiddels ook overleden. Natuurkundige. Maar hij kwam ook met productieprocessen in aanraking. En wat je veel ziet, als je bijvoorbeeld denkt aan een fabriek met alle machines die daarin staan, maar bijvoorbeeld ook een verzekeringsmaatschappij die formulieren te behandelen heeft in verschillende stappen, of een ziekenhuis met verschillende afdelingen, ja, waar patiënten moeten een intake hebben, dan moeten ze naar een specialist, moet bloed afgenomen worden, dan moeten ze naar de volgende. Dat zijn allemaal afdelingjes. En wat je ziet, zo'n ziekenhuis kan natuurlijk maar een x aantal patiënten van intake tot, laten we zeggen, genezing behandelen. En dan kijk je naar zo'n heel systeem en dan kan je gaan kijken naar hoeveel patiënten ieder van die afdelingen kunnen behandelen. En wat je dan ziet in zo'n systeem, er is maar één afdeling of er is maar één machine die
de bottleneck bepaalt, die de bottleneck is. Er is ergens in dat systeem, in die flow, is er een afdeling. Die kan, de ene afdeling kan zeg maar 10 patiënten per dag behandelen, de ander 15, de ander 5. Die laagste, die maar 5 patiënten kan behandelen, die is leidend in het systeem. Die bepaalt hoeveel patiënten je maximaal per dag kan bepalen. En wat hij dus zegt, en wat je eigenlijk moet doen, is moet je gaan onderzoeken, oké, die afdeling die maar 5 patiënten per dag kan behandelen, dat is de belangrijkste afdeling in het ziekenhuis. Je moet alles eraan doen dat die inderdaad die productie van 5 per dag kunnen draaien. En als je al wil gaan uitbreiden, moet je dus in eerste instantie die afdeling uit gaan breiden. Nou, dat klinkt super logisch, maar wat er gebeurt, als je kijkt naar veel organisaties en processen, is dat bijna iedereen uitsluitend bezig is met het kijken naar alle verschillende afdelingjes en iedere afdeling individueel probeert zichzelf zo efficiënt mogelijk te maken. Door kosten te besparen, hun eigen wachtrijen te hanteren, vooral te sturen op hoe zij zo efficiënt mogelijk zoveel mogelijk patiënten door hun afdeling kunnen werken. En daar is natuurlijk alles op ingericht, de meetwaarde, de financiering, maar uiteindelijk voor het systeem als totaal, het hele ziekenhuis, bereik je niet het optimale resultaat. Want als die ene afleverende afdeling tegen de bottleneck afdeling met 5 zegt, nee sorry, mijn patiënten moeten eerst nog ergens anders zijn, je krijgt morgen pas 2 nieuwe patiënten, dan gaat die afdeling van 5, de bottleneck, gaat die 5 patiënten dus niet kunnen halen. Nou, zo zie je in heel veel bedrijven wordt geoptimaliseerd voor lokale afdelingen en wordt niet gekeken naar het systeem als totaal. Ja. Nou, dat beschrijft Elie Goldraad en dat is heel breed toepasbaar. En dat vind ik ook zo'n prachtig ding. Dus zijn boeken, ja. Ik noem nu het doel, de goal, maar hij heeft er vele geschreven. Ja, heerlijk. Wat een goede tip. Ik moet ook zo heel erg aan een file denken. Is dat? Ja. Ja. Ik kan me nog de weg naar Berlijn herinneren. En dat je dan dus de hele route kan je supersnel doorrijden. Het gaat allemaal smooth. Je hebt weet ik veel hoeveel banen en allemaal top. En dan moet je langs Bad Bentheim of weet ik veel zoiets. En daar is in één keer maar 2 stroken. En ja, dus die hele reis naar Berlijn, die gaat gewoon bij Bad Bentheim altijd vertraging oplopen. Omdat daar gewoon iets niet goed geregeld is. En als je dat fixt, rij je in één keer zo door naar Berlijn. Geen vuiltje aan de lucht. Maar het is wel grappig inderdaad. Dat ze daar dan niet over nadenken of zo. Maar ondertussen hebben ze wel supergladde snelwegen op alle andere plekken gemaakt. Ja. Dus een beetje dat gevoel. Interessant. Ik was ook bij een vraag die op mijn lippen lag was. Wat bedoel je dan met beter maken? Maar nu snap ik het. Kan van alles zijn. Dat is meteen opgelost. Ja. Die vraag, ja, letterlijk in een ziekenhuis beter maken. Maar ook, ja, wat is dan beter, weet je wel? Nou ja, als alle afdelingen met elkaar mee samenwerken. Is dat als er holistischer gekeken wordt naar de dingen in het algemeen, eigenlijk. Dat is een beetje het idee, dus, kijk, er zijn natuurlijk heel veel tekorten. Nou ja, in de zorg natuurlijk ook personeel. Maar weet je, er is ook altijd een tekort aan geld, aan financiering. Sla de kranten maar op open en ja, we hebben een probleem met financiering. Soms is dat inderdaad terecht, zijn er valide redenen voor. Maar als je dus, ik denk ook dat er, kijk, wat is het doel van een ziekenhuis? Met zo min mogelijk middelen, zoveel mogelijk mensen weer gezond maken. Dus allemaal ethische vragen ook aan, maar even in de kern, dat is waar het om gaat. Nou, als er nu heel veel inefficiëntie in zo'n systeem blijkt te zitten, zonder dat het niet de schuld van mensen, maar we hebben het nu zo ingericht dat iedere afdeling wordt afgemeten aan dat zij hun efficiëntienormen halen. Dus daar is iedereen heel hard mee bezig. Elke dag weer, om daar het beste in te doen. Zonder dus te kijken, oh wacht even, we zijn dus wel de zicht op het gehele systeem kwijt. Dus ook daar, dat soort dingen moeten we anders tegenaan gaan kijken. Maar ik moet dan ook wel denken aan, bijvoorbeeld, verbeter de wereld, begin bij jezelf. Weet je, van de ene kant is dat eilandjes idee is misschien niet effectief. Maar aan de andere kant, als jij zeg maar op jouw eilandje jouw goede ding doet om de wereld een beetje beter te maken, dan kan je ook een rimpeleffect veroorzaken
en andere mensen aansteken en inspireren en weet ik wat. En dan, ja, uiteindelijk kan je ook het grote geheel misschien wel beïnvloeden. Ja, klopt. Klopt. Alleen, dat is zo. Ik zit alleen te denken van het punt vanuit de gedachtegoed van TOC, de Theory of Constraints, is. Natuurlijk, één iemand kan een heel goed initiatief nemen. Wat je nu vaak ziet, is dat mensen. Een voorbeeld. Er was een inkoper in de Rolls-Royce fabriek. Supergoeie kwalitatieve auto's mogen nooit stuk gaan. Maar hij werd afgemeten op, deze inkoper, op onder andere de kosten die hij maakte. Minder kosten maken, dat was goed voor zijn meetwaarde. Dus die besloot op een dag, weet je wel, probeerde het verschil te maken door goed zijn werk en goed zijn best te doen. En ergens bij een andere leverancier goedkopere bouten te bestellen om die auto's in elkaar te schroeven. Alleen ja, die schroeven waren wel goedkoper. Ze bleken alleen ook eerder stuk te gaan. Dus al die Rolls-Royces, die kwamen binnen de kortste keren terug naar de fabriek of naar de garage. Van dat ding doet het niet. Dus het hogere doel van wij willen kwalitatieve auto's maken die nooit stuk gaan, werd door een ontzettend goed bedoeld initiatief van zo'n inkoper ondermijnd. Dus ja, natuurlijk, verbeter de wereld begin bij jezelf met kleine stapjes. In het kader van de TOC gaat het vooral, ja, dat soort lokale initiatieven kunnen wel eens fnuikend zijn voor het systeem overal. En slechtere auto's afleveren dan je graag wil. Maar natuurlijk, ja, verbeter de wereld begin bij jezelf. Weet je wel, alle kleine beetjes helpen. Dus als we het hebben over dingen als hoe je met het milieu omgaat en dat soort zaken. Ja, je kunt ervoor kiezen om. Ja, ik heb er heel erg aan moeten wennen. Maar sinds een paar weken, want we hebben al heel lang van die groentezakjes in huis. Dat je in de supermarkt niet iedere keer plastic zakjes hoeft te pakken om je tomaten en je dingen in te doen. Maar dat je gewoon van die herbruikbare zakjes hebt. Het heeft heel lang geduurd om me aan te wennen om die dingen ook te gebruiken. Maar dat doe ik nu sinds een paar weken. Ja, dat is natuurlijk wel iets van, ja, een klein stapje begin bij jezelf. Dat we dat allemaal zouden doen. Dan zou dat dus een heleboel plastic zakjes schelen. Ja, ik heb ze ook hoor. Ik heb ze altijd bij me. Ik heb ook altijd een tas bij me. Ja, ik heb ze ook altijd bij me. Om zelf mijn dingen mee te nemen. Ik gebruik ze nooit. Plastic tasjes. Ja. Ja, oh ja. Dan nog, ja. Ja. Nou ja, ik ga ook vaak trouwens naar de biologische winkel. Daar hebben ze papieren zakjes. Dat is ook alweer verschil. Maar ja, nee, maar goed, ja, ik was gewoon even getriggerd door die opmerking van, ja, weet je, als het kleine juist de bottleneck is, om het zo maar te zeggen. Maar goed, ja, Peet, ik ben ook nog heel nieuwsgierig naar jouw voorbeeld. Dat heb je eigenlijk al een beetje genoemd, Hans Rusling, maar misschien heb jij nog wel andere mensen die jouw grote voorbeeld zijn. Vertel. Ik had het in 4 in totaal. Heb je 2 hebben we er al gehad. Eli Goldratt, okay, van de Theory of Constraints en Hans Rosling natuurlijk. Ja. Dus blijven er nog 2 over. Ik dacht, ja, gaan we ze allemaal noemen? Want ik stel een beetje naar de tijd te kijken. Maar de één is een man die is ook over. Van de 4 zijn er al 3 overleden. Ron Zambonini, die is inmiddels ook overleden. Dat was de CEO, dus de hoogste baas van Cognos. En Cognos was een Canadese organisatie. Op het gebied van software voor business intelligence. Daar kwam ik in 1996 te werken. Nou, Cognos is Canadees, maar de meeste omzet kwam uit Amerika, dus het was ook heel Amerikaans gericht. Dus Canadese-Amerikaanse verkooporganisatie, dus allemaal snel, 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 verkoopmarketing. Daar was ik consultant en pre-sales consultant. En dat was zo'n inspirerende vent. Dat, waar je dat vooral aan merkt, is dat binnen zo'n Amerikaanse organisatie heb je 1 keer per jaar de zogenaamde kick-off. Dat is dat alle sales en marketingmensen en de consultants die komen dan naar 1 plek samen. Meestal Amerika, omdat daar het grootste is. En dat is dan 1 grote show met hoe goed we het afgelopen jaar gedaan hebben. Yo, klap, klap, klap. En de competitie was helemaal stom. En wat we volgend jaar allemaal gaan doen. Maar de manier. Hij, weet je wel, zo'n CEO die staat er dan vaak op het podium een of ander saai verhaaltje te vertellen.
Die rondom de mini, oorspronkelijk een schot. Een enorm grote, dik beer van een vent. Die maakte altijd filmpjes. Ja, dus hij heeft, hoe heet hij nou? De hoofdrolspeler in Braveheart, William Wallace. Dat filmpje, die scène met al die paarden en dat ze het niet meer zien zitten en dat hij als leider op moet staan. Dat filmpje nagemaakt dat hij als Ron Zambonini van de clan van Cognos uit het noorden wel even kwam vertellen hoe het allemaal moest. Hij heeft Zorro gespeeld in filmpjes en dat was altijd zijn opkomst toen hij op het podium stond. En ja, wat ik zeg, dat kan zo inspirerend zijn dat je, ik heb helemaal niks met die vent te maken. Maar alleen daarom al, hoe hij is, hoe hij zijn verhaal vertelt, wil je daarvoor werken. En ben je, naast dat het gewoon leuk werk was en alles, maar het draagt bij aan dat je graag voor Cognos je best wil doen en dat je plezier in je werk hebt. Om, ja, dat je merkt dat je als soort familie bezig bent. En dan heb je het over een bedrijf van 1200 mensen in totaal. Op dat moment. Dus dat, die was altijd super inspirerend. En de vierde? Elon Musk. Omdat ja. Ik, ze zegt mijn grootste voorbeeld, het is niet mijn inspiratie om hetzelfde te doen als wat hij doet. Maar ik vind Elon Musk wel heel bijzonder, omdat hij gewoon heel stug, ik ben bezig de wereld te verbeteren. Als iemand me zegt van dat kan niet, dan geloof ik dat niet. Ik ga het gewoon doen. En hij is het dus gewoon aan het doen. Ja, met name op het gebied van energie. Natuurlijk wat hij met Tesla probeert te doen, maar ook met zijn solar panels en alles in die hoek. Ik geloof absoluut dat hij de intentie heeft om de wereld beter te maken. Met zijn reizen naar Mars en noem maar op. En gewoon de manier waarop zo iemand denkt. En hoe gedreven die is om dat werkelijkheid te maken, ja, dat vind ik gewoon wel heel bijzonder. The sky is not the limit. Nee, precies. Heb je dat idee? Ja. Ja, kan niet, kan toch. Ja, ja, mooi. Mooi, mooie inspiratie. Hey Peet, en wat zie jij zelf als jouw grootste levensles of inzicht? Er is in eerste instantie met levensles, denk ik, weet je wel, nou, zo'n moment op je leven dat alles verandert. Nou, dat is er misschien niet echt, maar ik heb in de loop der tijd wel geleerd dat nieuwsgierig zijn en vragen stellen. En vervolgens, als je denkt van hé, daar zit iets, vervolgens ook actie op ondernemen. Dat is echt super belangrijk. Bijvoorbeeld. Nou, als je kijkt naar hoe ik bij Permanent Beta terechtgekomen was, als ik niet nieuwsgierig was geweest, als ik niet op dat ene linkje had geklikt van hé, dat lijkt interessant, wat zou dat zijn? En je dan vervolgens een beetje daarop door gaat kijken, was ik daar nooit bij Permanent Beta terechtgekomen. En als ik dan zo terugkijk op mijn carrière, op mijn leven, zijn er heel veel dingen zijn ontstaan door dat stukje nieuwsgierigheid. Dus ik denk, ja, als je niet nieuwsgierig bent, als je geen vragen stelt, ja, dan gebeurt er ook eigenlijk niks. En die vind ik wel heel belangrijk. En daarnaast, als je het dan misschien toch over, weet je wel, zo'n levensles inzicht hebt, dat heeft natuurlijk wel ook met mij te maken, maar ik wil zeggen, het is niet mij gebeurd. Maar Wilma heeft 2,5 jaar geleden een herseninfarct gehad. En dat was eigenlijk veel te vroeg. Daar was ze veel te jong voor. En ze leeft gezond en beweegt genoeg en we drinken niet al te veel en we eten redelijk gezond. Dus eigenlijk kon dat helemaal niet, maar ja, het was wel een echt herseninfarct, bloedplopje vast en een paar dagen in het ziekenhuis. En nou is ze daar gelukkig, en daar zijn we nog steeds iedere keer ontzettend dankbaar voor, enorm goed uitgekomen. En ze heeft er eigenlijk nauwelijks restverschijnselen van gehad en nog steeds niet. Ja, een klein beetje fysiotherapie. Maar bijvoorbeeld spraak was binnen een paar dagen alweer terug. Ergotherapie, een paar weken gehad misschien. En nu kan ze gewoon nog alles doen wat ze altijd deed. Misschien ietsje sneller moe dan vroeger. Maar goed, dat weet je dan. Dus nou doet ze 3 klanten per dag in plaats van 4. Maar ja, dat is wel zo'n moment
dat je je realiseert van jeetje, dat is helemaal nog niet moeten kunnen gebeuren. En dan realiseer je dat ondanks dat je gezond bent, er hoeft maar dit te gebeuren en het kan heel anders zijn. Want voor precies hetzelfde geld, en als dat bloedpropje maar net ergens anders vast komt te zitten, ja, dan had ze nu na die 2 jaar misschien nog wel in een revalidatiecentrum kunnen zitten en opnieuw moeten leren lopen, praten of half verlamd zijn. Weet je, dat voor precies hetzelfde geld. Nou, dus dat is dan wel zo'n inzicht dat we allebei van geleerd hebben. Van ja, een plukte dag in de zin van geniet elk moment van wat je hebt. Want volledig buiten jouw schuld of zorg om, daar hoef je geen gekke dingen voor te doen, kan het op ieder moment eigenlijk wel eens totaal anders zijn. Dus dat, dat is dan denk ik wel een van de grootste levensles, zeg maar, qua. Als je het hebt over abnormale gebeurtenissen waarmee alles verandert. Ja. Ja, heel ingrijpend hoor. En wat een geluk. Ja, absoluut. Dat het zo gelopen is, ja. Ongelooflijk, hè? Ja. Wat een mazzel heb je dan. Ja, goed. Dan ga je wel de dag plukken als je dat met dat soort dingen meemaken. 100%, geloof ik wel. Ja, weer. Precies. Ja. Ja, tof. Hey Peter, leer ik het toch nog weer beter kennen. Dat vind ik leuk. Maar als ik jou echt zou kennen, wat zou ik dan over jou weten? Dat ik eigenlijk stronteigenwijs ben. Oh, daar ben ik niet verbaasd over. Ik zeg altijd van, ik wil best, nee, het is ook zo. Ik zeg altijd, ik krijg heel graag, ik nodig mensen uit om te zeggen, joh, wat vond je van de lezing, wat vond je ervan? En dan hoor ik liever wat ze er niet goed aan vonden. Het is makkelijk genoeg om te zeggen, oh, een inspirerend verhaal, hartstikke goed. Weet je wel, daar kan ik niet van leren. Dus ik zeg altijd, ik wil ook advies best aanhoren. Maar of ik er echt wat mee doe, dat is een tweede. Maar dat. Leuk. Good for you. Zeg ik altijd maar, ja. Ik herken het. Ja, je mag me alles vertellen. Je mag me alle feedback geven die je wil. Maar ik doe toch waar ik zelf zin in heb. Heerlijk. Ja, ik luister wel, ja. Hoor. Ik luister echt, ja. Wel. Ja, ja. Als je denkt, hé, daar kan ik wat mee, dan doe je het heus ook wel. Maar nog een tip eigenlijk, is dat denk ik ook misschien wel voor de luisteraars. Wat lees jij, kijk jij en luister jij op dit moment? Ik lees op dit moment een boek, dat heet Limitless, van Jim Quick. Ah, die ken je, ja. Ja, ik ken Jim Quick wel, ja. Jim die doet van alles op het gebied van geheugen. En hij houdt zich bezig met, hij helpt je om te leren. Want hij heeft als klein kindje een ongeluk gehad in het klaslokaal, waardoor hij een hersenbeschadiging had. En hij heeft dus zijn hele leven moeite gehad met lezen en met leren. Hij werd gepest op school, want hij kon nooit zo goed meekomen. Hij werd de boy with the broken brain genoemd. En dat heeft hem zo vastgegrepen en zo geïnspireerd om het anders te willen doen. Maar het heeft hem dus ontzettend veel moeite gekost om te leren lezen. Nou, dat is hem gelukt. Want wat hij nu doet, en hij is echt een goeroe op het gebied van hoe je met leren om kan gaan, hoe je met je geheugen om kan gaan. Hij staat op podia over de hele wereld voor grote mensen. Je ziet foto's met de grootste der aarde die geholpen heeft. Zoals Richard Branson. Will Smith heeft een hele mooie quote op zijn boek staan. En ik heb bij hem een geheugentraining gevolgd, Superbrain, om beter dingen te leren onthouden. Ja, aan de hand van rijtjes en tags en hoe je dingen op padjes kan zetten. Om ze beter te kunnen onthouden, namen beter onthouden, getallen onthouden, noem allemaal maar op. Ik heb nog een cursus speedreading van hem liggen, waar ik nog aan moet beginnen. En om gewoon sneller meer informatie op te kunnen nemen. Maar hij heeft het ook over dingen als, in de huidige maatschappij zo ontzettend veel informatie en smartphones en dingen die op ons afkomen, dat leidt ook tot problemen. Als er is veel te veel informatie, hoe filter je daaruit? Afleiding. Ik heb al mijn notificaties op mijn telefoon uitstaan om niet iedere keer of zo min mogelijk afgeleid te worden door dat ding.
veel mensen hebben een neiging, een stuk, hij noemt het digital dementia, dus digitale dementie. Vroeger kende ik alle telefoonnummers van mijn vriendjes uit mijn hoofd. Nu niet meer, ik ken er nog hooguit 1 of 2, want het zit allemaal in je telefoon. En zo laten we dus ook steeds meer beslissingen aan het ding over. Dus daar gaat hij in dat boek gaat hij op in. En dat is mooi. Ik dacht het ook over motivatie, mindset, om een limitless attitude te verkrijgen. Cool. Dus dat is wat ik lees, kijken. Ja, dat zijn niet hele verheven dingen. Kijken veel natuurdocumentaires. Engels niet verheven te zijn. Nee, dus geen Zembla, geen tegenlicht, geen brandpunt. Tegenlicht zocht ik naar. Nee, meer een beetje ontspanning op dit moment. Dus natuurdocumentaires, Engelse krimis vinden we leuk. En Friends. Ik weet niet of je die serie kent. Ja, zeker. Jongere publiek misschien niet. Dat op een of andere rare manier, ik heb ooit die DVD-box gekocht met alle 10 seizoenen. En elke avond kijken we 1 of 2 afleveringen. En dan gaan we zo al die 10 seizoenen gaan we weer door. En dan denk je, nou, dan heb je het wel weer een tijdje gezien. Dan hoef je het 5 jaar niet meer te zien. Nee, eigenlijk als die afgelopen is, dan een week later gaat seizoen 1 er weer in. En dan begint het hele verhaal weer opnieuw. Het blijft leuk op een of andere manier. Wij blijven dat leuk vinden op een of andere manier. Ik hoor dat van echt veel mensen. Echt veel mensen dat het niet gaat vervelen. Dat is toch knap eigenlijk, hè? Nee, ik ben met mijn 52 zo oud dat ik in de tijd dat het liep, zat ik ook in die periode naar de 30 toe. Dus weet je wel, in die zin zat het heel erg in dezelfde leeftijdsgroep. Ja. Veel van de grapjes heel erg grappig. Ja. En luisteren doe ik eigenlijk niet. Niet zoveel. Nee. Geen muziek of... Nee, weinig. In de auto heb ik meestal BNR op staan. Oh, dat luister ik dan. Tijdens mijn werk heb ik geen muziek aan staan. Dat leidt me af. Geen podcast die ik structureel volg. Doe er wel eens, als ik een stukje aan het wandelen ben. Ik heb een abonnement op Blinkist. Die doen samenvattingen van boeken. En dat je in 12 minuten een boek kan lezen. Maar dat kan je ook als audiobestand, luisterboek, kan je dat horen. Dus als ik dan zo een rondje aan het lopen ben door de Delftse Hout, dan hoor ik samenvattingen van 2 of 3 boeken. Dat werkt heel goed. Ja, ik vind dat ook een top-app. Blinkist, ja. Ik moet het ook even in de show notes zetten. Ja, want dan kan je gewoon... Ik vind het heel leuk Blinkist te gebruiken als een soort van... Nou ja, een soort van teasertjes, hè. Dus dan luister je zo'n boek en dan denk je, oh, ik vind het wel echt leuk. Ik wil daar ook wel meer over weten. En dan ga ik het alsnog als luisterboek bestellen. Want ik lees eigenlijk niet. Ik hou niet van lezen. Ik hou heel erg van luisteren. Dus ik luister al mijn boeken. En als ik het echt een tof boek vind, dan, en ik wil er aantekeningen in maken en ik wil met gele pen er zo gaan ingaan, dan koop ik het. Dat is een beetje dat is bij mij een beetje het systeem. Maar leuk man. Interessant, allemaal. Hey, en heb je ook toevallig nog advies voor de luisteraars? Of een tip, of whatever. Een mooie quote, maakt mij niet uit. Zorg ervoor dat je doet wat je leuk vindt. En wees lief. Wees lief, ja. Nee, ik zeg, zorg ervoor dat je doet wat je leuk vindt. Ik denk dat er heel veel mensen zijn die in hun werk en leven zitten. Dit doe ik wel, maar ik vind het eigenlijk niet leuk. Nou, soms zijn daar, weet je wel, je hebt restricties, kinderen, hypotheek, nou, je lasten. Maar het is zo belangrijk dat je gewoon, in het gemiddeld genomen, gewoon, dat het gewoon leuk is wat je doet. De mogelijkheden zijn er. En wees lief. Als we allemaal een beetje lief voor elkaar zijn, dan lost volgens mij ook heel veel problemen op. Dus vandaar. Ja, eens. Hey, en waar kunnen we meer over jou vinden? Heb je een website of ben je te vinden op LinkedIn? Vast wel. Ik ben te vinden op Google. Als je Peter ten Wolde intikt, dan vind je mijn website, mijn Twitter-handle, mijn LinkedIn.
Zoek op de naam Peter Terwolde en dat, die komt inmiddels hoog genoeg naar voren. Ik doe dat dan met DuckDuckGo en niet met Google. Oké. Okay. DuckDuckGo iets privacyvriendelijker is. Maar aan de andere kant zit ik ook te denken, ja, ik doe dat dan wel weer op Google Chrome. Dus volgens mij geef ik ze nog steeds gewoon alles. Ja, misschien ja. Ook nog eens weer vanaf. Ja, goeie, nou ja, goed. Hè? Dat moet iedereen zelf even weten hoe ze het doen. Maar goed, goede tip, DuckDuckGo. Hey, dankjewel voor dit gesprek. Superleuk om jou te leren kennen zo en meer over jou te horen. Ja, graag gedaan, Kat. Dankjewel dat ik in je show op mocht treden. Super, super. Hey, nou, thanks voor het luisteren. En nou, liken en abonneren zou ik zeggen. En tot de volgende keer. Ciao. Dankjewel voor het luisteren naar deze podcast. Mocht je willen connecten of meer informatie willen hebben, dan kan je me vinden op LinkedIn en op Instagram @katkolno. Tot de volgende keer. Ciao.